Binnenkort ga je naar het ziekenhuis voor het maken van een foto van je longen. Geen gewone foto, maar een speciale foto van de binnenkant van je lichaam. Je voelt hier niets van. In deze film gaan we mee met Tim om te zien hoe het maken van zo'n speciale foto precies gaat. Bij Tim gaan ze ook een foto maken van zijn longen. Niet met een gewoon fototoestel, maar met een CT-scanner. Wat dat is, zie je straks. Eerst gaan we naar Tim. Kijk, dit is Tim. Tim is in het Sophia Kinderziekenhuis. Hij gaat eerst oefenen in de blaaskamer en daarna wordt de foto van zijn longen gemaakt. Hij moet even wachten totdat hij aan de beurt is. Zijn mama is bij hem en ook zijn knuffel. Als je aan de beurt bent, komt de laborant je ophalen. De laborant is iemand die de foto's maakt. Hallo Tim, zegt de laborant. Ik heet Sunny. De laborant brengt je samen met je papa of mama naar de blaaskamer. In de blaaskamer mag je op een smal bed zitten. Je mama of papa mag bij je blijven en ook je knuffel. Sunny vraagt of Tim een paar keer diep kan inademen en 6 tellen zijn adem kan vasthouden. Kun jij ook je adem vasthouden? Doe maar mee met Tim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan moet Tim zo ver mogelijk uitblazen. Dit kun jij vast ook. Doe maar net of je heel veel kaarsjes uitblaast. En als alle lucht weg is, houd je weer 6 tellen je adem vast. Je doet het heel goed, Tim, zegt Sunny. Als je klaar bent met oefenen, mag je op het bed gaan liggen, met je armen omhoog. Zo kan de dokter goed je longen zien op de foto. Samen met de laborant oefen je nog een keer. En daarna ga je met je papa of mama naar de CT-scanner. De CT-scanner staat in een grote kamer. Het is een beetje donker. Tim kijkt naar de CT-scanner. Wat een groot apparaat! De CT-scanner maakt een zacht, zoemend geluid. De laborant vraagt of je op het bed wil gaan liggen met je armen omhoog. Je papa of mama blijft bij je en krijgt een speciale fotojas aan. Het bed gaat een stukje omhoog. Als je goed ligt, gaat de laborant naar een andere kamer. Tim en zijn mama kunnen Sunny zien door het raam. Kan Sunny ook horen? Dan gaan we nu de foto's maken, Tim, zegt Sunny. Het bed schuift de CT-scanner in. Je hoort precies welke oefeningen je moet doen. Als de laborant de foto's maakt, moet je heel stil blijven liggen. Je voelt niets van het maken van de foto's. Als Tim door de CT-scanner schuift, ziet hij een rood lampje ronddraaien. Hij hoort ook het zoemende geluid harder. Tim schuift een paar keer heen en weer. Hij blijft zo stil mogelijk liggen en luistert goed naar Sunny. Als je de CT-scanner inschuift, kun je mama of papa niet zien. Maar ze mogen wel je been vasthouden. Zo is mama of papa toch dicht bij je. Na een paar oefeningen is Tim al klaar. De laborant schuift je uit de CT-scanner als je klaar bent. Goed gedaan hoor, Tim, zegt Sunny. Tim vond het zelf ook goed gaan. Wat ben ik trots op jou, zegt zijn mama. Wil je weten hoe een foto van de binnenkant van je lichaam eruit ziet? Kijk, dit zijn de longen van Tim. Grappig, hè? Tim is klaar en mag met zijn mama weer naar huis. Dag, Tim. Als jij straks in het ziekenhuis bent, moet je niet vergeten dat je altijd alles mag vragen. Echt doen, hoor. En vergeet niet je knuffel mee te nemen.